Oké, maar zeg mij nu een keer, waarom heb je naar mij gebeld en niet naar de flikken? De krant is veel veiliger. Dan weet ik tenminste waar mijn informatie terechtkomt. Die flikken zijn niet te vertrouwen. Er staat veel meer op spel dan je denkt. Maar ik kan nog niet alles vertellen. Laat me nog één deal doen en dan krijg je het verhaal. Ik beloof je, het is de moeite waard. Goed. Maar zijn het geweld te vertrouwen? Foto's van de deal, maar je kunt zien dat het niet herkend wordt. Hè? Tony. Heb je nogal wat uitgevonden in een agenda voor oude vrienden, jongen? Hoe is het met jouw dochter? Hij is er nog altijd geen goesting om voor ons eens te komen werken? Nee. Papier. En mijn geld? Oeh, vertraag ons niet misschien? Nee. Volgende keer gaan we zoveel geduld nummer hebben, hè, manneke? Maar er komt geen volgende keer. Ik stop ermee. Wat? Je gaat toch geen domme dingen doen, zeker, hè? Ik heb al genoeg op spel gezet. En voor wat? Het is genoeg geweest. 10.000 is niet genoeg, of wat? Dat geld interesseert mij niet. Maar mijn kinders denken. Wat gaan ze doen zonder de vader? Hé? Wat gaan ze doen zonder de vader? Pas dat vriendje de minister niet content zal zijn, jongen. Ik hoop dat je goed nieuws hebt. Maak je maar geen zorgen. Ik heb al de bewijzen. Dat is goed. En de journalist? Die is bewusteloos. Die weet van niks.
Wees zeker dat je geen sporen nalaat. Niemand mag weten dat je daar geweest bent. Wees gerust. Alles is geregeld.